De ziekte van Huntington is een erfelijke aandoening die bepaalde delen van de hersenen aantast, waardoor verstandelijke achteruitgang en ongewilde bewegingen ontstaan. Met gespannen maar vooral verwachtingsvolle gezichten wachten de inmiddels oud-bewoners van de Riethorst totdat ze de taxibus in konden. Vanuit het verpleeghuis in Geertruidenberg is het slechts een klein ritje naar het nieuwe onderkomen. Maar het levert voor patiënten en familie wel een wereldgroot verschil op. Het grote verschil is dat de Kloosterhoeve straks helemaal voor Huntington is. Dus dit wordt echt ons Huntington-paradijs. En daar hebben we jaren voor geknokt en eindelijk is het werkelijkheid. En we hebben eigenlijk op de Riethorst het moeten behelpen met een aantal vierkante meters. Berengezellig, hartstikke goed, maar voor de bewoners niet ideaal. Dus. En voor de familie? Ook niet, nee. Ik denk dat het familiegevoel wel blijft, ongeacht het pand. En ik denk dat het vertrouwen in elkaar zeer zeker blijft. Daar zal niks en geen enkele gouden kraan aan wijzigen. Maar ze hebben privacy, ze kunnen blijven slapen. Ze hebben veel meer ruimte om zichzelf te zijn. En ik denk dat dat alleen maar bevorderlijk is voor de kwaliteit van hun leven en de zorg die wij hier moeten gaan bieden. De aankomst bij de Kloosterhoeve was feestelijk, maar vooral ook erg ontroerend. Heel veel tranen van vreugde, ook wel een beetje van afscheid, want we hebben een team achter ons moeten laten. Maar een groot deel van het team gaat wel mee naar de Kloosterhoeve, toch? Ja, de helft van het team gaat mee, de helft blijft achter. En dit is allemaal weer aangevuld met fantastische nieuwe mensen, dus komt helemaal goed. In totaal heeft de Kloosterhoeve in Raamstong sfeer 54 appartementen van 60 vierkante meter per stuk.